Goedemorgen! Goed man. Heel goed. Hey, voor we beginnen. Ja. Oh nee hoor. Dit niet meer doen jongens. Nergens voor nodig. Nee, het slaat echt nergens. Gewoon even bellen, maak er gewoon een fotootje, geen probleem. Inderdaad, ja. Ja toch? I agree. Hey, wat een week hè? Wat een week. Ik ben naar buiten gegaan. Ja, je mocht zingen. Zullen we het daar eens inderdaad over hebben? Zullen we dat eens doen? Nou, we kunnen nog niet vertellen voor wat. Geheim projectje. Ja, geheim project. Maar ik dacht dus dat ik het samen met jou zou doen. Dat had hij ook verteld. En op het moment daar word ik gewoon serieus voor de leven gegooid. Wat? Toen moest ik het in één keer alleen doen. Oké. Toch een beetje ongelukkig, hè? Ja. En dan zegt hij van nee, hij zegt... Ga jij anders eventjes apart, dan ga ik ook apart, want ik ben zo klaar. Dus met andere woorden, als ik dan moet gaan zingen, dan wil je daar niet uren gaan staan of zo. We willen je niet onder druk zetten, maar verwacht wel dat het in één keer goed gaat. Ja, nou, ik heb de zweet op zijn span, man. Ja. En dan denk ik, are you kidding me? Are you kidding me? Nee, maar dat was echt niet leuk hoor, schat. Ik was echt over de pitch. Ik had me echt aan jou al had ik me vastgeklampt. En jij zei nu gewoon, dit is echt niet oké. Okay. Ik wil met je meedoen hoor. Maar ik was echt over de pit. Ik vond wel dat je het heel... Ze heeft het heel goed gedaan. Echt waar. Ja, zeker voor een dove. Nee, echt waar. Kijk, ik was zo klaar. Zoals ik al voorspeld had. Maar ik vind dat je het echt heel goed... Maar je was wel boos, hè? Boos? Nou, dat was echt zacht uitgedrukt. Dit ga je sowieso niet bij een vrouw doen die nog heel hormoniaal is. En überhaupt moet je dat gewoon, dat soort dingen niet doen. Nee, als ik er weer over nadenk, joh, echt. Ik word weer helemaal... Oh, nou. Nou, ik vond het, ik vond dat je het heel goed gedaan hebt. En exclusief. Hey! Dag, oma. Mijn moeder woont in Groningen. En ik maak elke dag allemaal lieve filmpjes voor oma. Dag, oma. En daar heb ik heel veel lol in. Dag, oma. Ja. Hè? Inderdaad, ja. Ja, ziet er leuk. Ik heb mezelf nog nooit zo debiel gezien. Nou, ik wist niet dat ik maar kon. Maar het is heel schattig, schat. Het is lief, hè? Het is heel lief. Ja, ja vind dus ik ook. Dat je me een beetje voor de leven gegooid hebt, maakt dit het allemaal wel weer heel goed. Hè? Vind ik ook. Hey, en... Linda TV bestaat 1 jaar. Joehoe! We willen slingers, we willen hoedjes, we willen van alles. Oh, ik wil dit helemaal blij. Ik wil ook een grootje. Dan moeten we iets meer naar beneden. Dan krijgen we van die partyhoedjes. Kom maar. Heel goed. Jij bent samen met nog wat andere Linda TV-sterren naar RTL Late Night geweest. Met Bo, Janice en Amanda. En om te vertellen over 1 jaar bestaan van Linda TV. En het succes van Bobby Gaat Dieper en al die andere hits. Kan je uitleggen waarom je bent ingestapt bij Linda? Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat wij het eigenlijk zelf eigenlijk helemaal in handen hebben. Dus wij laten zien wat we laten zien. En zoals we ook echt zijn. Dus niks is geregisseerd. En dat zie je ook al vaak terugkomen dat Mark met bepaalde dingen komt. We weten van nou, we gaan het daarover hebben, maar ik weet totaal niet wat we gaan zeggen. Maar jullie beginnen ook altijd hetzelfde. Jullie beginnen zo, kijk zo. Ja. Goedenavond. Vond je het? Ja, ik vond het super. Ja. Ik vond het heel leuk. Je was wel... Ja? Kan je ook Duits praten? Maar natuurlijk. Zit je nou weer grote idool om Sylvie Meis nou te doen? Nou, jij kan zo aan de slag in Duitsland. Maar natuurlijk. Nee. Oh ja, heel goed, heel goed. Maar nee, dat vind ik eigenlijk ook. Ja, dat haakboek dat wordt een succes in Duitsland. Dat is super tof. We zijn al bijna een jaar bezig voor Linda TV. Wat is een van jouw favoriete momenten dan? Uit de hele serie? Buiten het feit dat Kleine natuurlijk geboren was. Mm-hmm. Dat vond ik een heel mooi moment. Mm-hmm. Natuurlijk ook het moment dat wij bekend maakten dat we kindje verwachten. We hadden natuurlijk de fotootjes van de echo in de gebakjes verstopt. In verwachting. Ik zei het toch? Ik wist het al. Maar ik wil eigenlijk ook wel graag van de mensen weten wat zij de leuke momenten vonden. Ja. Ja? Hast du een favoriete momenten? Dan zien we dat graag onder het filmpje.
onder het filmpje van Linda TV. En nou, de komende week wordt het weer heel spannend, want volgende week is de birthday bash van Brandon ons feest. Dat wordt natuurlijk superleuk. Ons kraamfeest. En je gaat nog een paar hele leuke dingen doen. Mm-hmm. Dat verklappen we nog niet, dus dat is dan voor volgende week. Mm-hmm. En daarmee is deze week zum Ende. Ja, oké. Oké. Nou, machen Sie das, machen Sie das. In Deutsch. Ik weet alleen auf Wiedersehen of tschüss. Dan zeg ik auf Wiedersehen, Ende, berichten. Schluss.